Kijkers, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Limburg Hemus, nog altijd. En dat zal zo altijd blijven. Het is vandaag niet zo fantastisch weer. Het is zwaar bewolkt buiten, maar de zonnetje schijnt wel. Dus waar de gaten in de wolken zijn, natuurlijk. Logisch. En mijn schoenen aan het doen. Daarna nog mijn jas aan doen. En dan kan ik al vertrekken richting mijn werk. En jawel, nu is het op de pro-stick, dus nu moet ik even weer gaan improviseren voor jullie neer te zetten. Voilà. Heb ik alles? Portefeuille, check. GSM, check. Wat zit hierin? Ah ja, mijn mesje. Mijn mesje, check. En hier, check. Pen, check. Oké. Dan heb ik alles. Yes. Voilà. Goedemorgen allemaal. Voilà. Hupsa, drie. Pak jullie terug mee. En met een wagen natuurlijk. En Benny, dat is uw grond niet. Punt. Ik laat me niet zeggen door jou, want ik heb het weer gezien op de zwemvlog. Het staat op mijn grond. Dan moet ik ook zien boven buurman. Geen klagen, hè, Benny. Want die zet zijn kabinetje daar ook altijd. Voilà. Heb je nog iets te zeggen? En dat is iemand die heel graag Jack Daniels drinkt. Pas op dan mee. Dat is een brede gast, hè. Daar wil je geen pril tegen hebben. Nee, daar wil je echt geen pril tegen hebben. Voilà. Bij deze is dat nu ook gezegd. Ik ga nu jullie laten. Ik ben bij mijn notken aangekomen, dus ik ga nu vertrekken. Zo, ik heb ook gedaan met werken vandaag. Ik heb een dutje gedaan vandaag al. Ik heb al gegeten vandaag. Ik heb een partijke Rummy Cup gespeeld vandaag. En jawel, mijn eerste winst terug op voorsprong gekomen bij Bea. Maar één spelletje op voorsprong. Het is nu 11-10. Yeah. Oké. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Ik heb datamatrixjes moeten uitvegen. Dan de bussen op de band zetten. En die werden dan weer al gestikkerd door mijn andere collega's. Bla bla bla. En dan ook op een gegeven moment ook die van de band halen. Terug in de doos steken. En stapelen. Heb ik allemaal gedaan vandaag. Maar ik was wel stiek kapot. Ik was wel echt stiek kapot. Nu, wat staat er nu nog op programma? Dat is niet veel. Nee, sorry dat het niet zoveel is. Ik ga nu nog naar familie kijken. Samen met Bea. Dan ga ik Bea ook naar huis doen. Naar huis brengen. Daarna... moet ik het zeggen? Ga ik mij nog douchen? Dat staat ook nog op programma. En dan misschien nog iets bekijken, een serieke of zo. Dus even kijken, hè, want er was nog iets bijgekomen op VTM Go, dacht ik dat was. Ik ga eens heel snel eens bekijken, want ik wilde wel eigenlijk een klein beetje mededelen met jullie. Even eens kijken op VTM Go, als dat zo was. Even kijken. Maar ik ga jullie even laten, want mijn schatje belt. Tot zo. Zo, na het telefoongesprek
Heb ik zo ben ik nu terug even op VTM Go website terechtgekomen. Ik ben nu aan het kijken van wat kan ik straks ook nog misschien bekijken. Dat is misschien Special Forces. Dat doet ook eens even kijken wie er allemaal aan meedoet. Nora Garp, Geert Maifroud, Oliver Deschardt. Maar wie doet er eigenlijk allemaal aan mee? Eens even kijken als dat daar nog ergens staat. Nee. Eens even kijken. Hè. Als je dat ergens zo kan vinden op Google bijvoorbeeld. Special Forces, seizoen 2. Enter. Deelnemers. Voilà. Eens even kijken. Hier staat het. De Special Forces seizoen 2. Deze 11 bekende Vlamingen durven het aan. Dat is. Eens even kijken wie er allemaal in zitten. 1. Nora Garp. Een presentatrice en actrice. Recruit nummer 2 is Loïc van Impe, televisiekok. Dan hebben we nog recruit nummer 3, Oliver Desacht, een ex-Rode Duivel en Anderlecht-icoon. Dan recruit nummer 4 is Davina Simons en dat is een advocaat. Dan recruit 5, helemaal verrast mij dat ook helemaal. Gers Pardoel, een muzikant en rapper. Recruit nummer 6 is Lien van den Broek, een actrice. Recruit nummer 7, Jan Bakelands, een ex-wielrenner en analist. Recruit nummer 8 is Ine Bijen, een ex-wielrenster en analist. Recruit nummer 9 is Geert Mayfreud, een intensivist. Dan hebben we nog recruit nummer 10, dat is Saut Boumassauge, een acteur. Dan hebben we nog recruit nummer 11, is Ismail Abdul, een ex-profboxer. Dat waren ze. Voilà. En daar wil ik wel eens ook eens gaan bekijken op VTM Go. Want omwille dat Gers Pardoes daar wel in voorkwam. Dus dat wist ik wel al een klein beetje. Voor de rest ja, heb ik niet meer veel te zien. Ik ben nog zo aan het bekijken. Misschien dan nog wel een film dat ik wil gaan bekijken, maar ik weet niet juist welke. Eens even kijken op streams. Eens even kijken, hè. Wat er allemaal. Wacht eens even, kan ik wel eens bekijken. Hoe lang duurt die? Wacht eens even. Ah, dat is seizoen 1. Ah ja, van alle seizoenen van Wacht eens even. Oh, dat gaat ook wel leuk zijn. Die moet ik ook nog wel eens bekijken. Oh, kennen jullie dat niet meer? Wacht eens even. Eens even kijken als er zo'n muziekje van bestaat. Wacht eens even. Intro. Kennen jullie het? Voilà, dat was dus Wacht in 7.
nog op de intro, maar dat bestond ook nog zo een liedje van Wacht eens, wacht eens even. Is het deze? Videoclip van Zoe eet pita. Ah. Zo eet ik pita, eet een dikke pita. Frieten slagen diep in brood met een scheutje warme. Haar mond scheidt als een... Ja. Oh, dat waren oude tijden, man. Oude tijden. Liedjes, wacht hè. Door voor elkaar. Oh, die wil ik echt ook eens terug gaan zien. Hè. Wacht eens even. Dus als een jonge snelle Vlaamse VRT-reeks over vijf jonge volwassenen die samenwonen in elk hun weg zoeken in de wereld. Jawel. Oh, dat moet ik wel eens echt eens gaan zien. En ik weet dat er ook sowieso, wacht eens even, de film ook is ooit eens uitgekomen. Ik heb die eens ook eens even kijken als die ook te bekijken is op streams. Enter. Wacht eens even. Reeks. Film, film, film. Maar ik zie geen wacht eens even film. Die hebben toch een film gemaakt, hè? Wacht eens even. Film. Ja, die hebben toch een film gemaakt. De film. Ah, wacht. Ik heb misschien verkeerd ingegeven. Nee, ik heb het goed ingegeven. Wacht, hè. Ik had die verkeerd in Google gegeven. Film. Even kijken. Ja. Van 2011. Maar ik vind het wel jammer dat ik het niet vind. Zo ergens zo te bekijken. Oh jawel, het is te bekijken via iTunes. Niet beschikbaar op Netflix. Niet beschikbaar op Pathé Thuis. Videoland niet. Amazon Prime niet. Disney Plus niet. Google Play niet. Wel jammer. Welke film? Dat is eraf. Achteraf. Ah, heet dat achteraf. De wacht eens even film. Achteraf. Misschien dat ik het dan wel vind. Of VTN Go. Wacht hè. 8-E-R-A-F. Enter. Nee, ook niet. Jammer. Oh, vind ik wel jammer. Dus ik zal zeggen, streams, doe iets en doe achteraf. Alsjeblieft, is in jullie bibliotheek. Toppie. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu rustig naar familie kijken. Dus, dus ik ga nog redelijk wat doen nog vandaag. Dus wat serietjes kijken. Dus ja, voor de rest ga ik niet meer veel doen. Allee, tot later allemaal. Yo, yo, yo. Tot ziens. Zo, mannetjes. En ik krijg jullie dus weer al niet gelegd. Ik wil weer al filmen en dan lukt dat weer al niet zo goed. Mijn belichting staat precies zo wat verkeerd. Oei, joh. Maakt niet uit. Ik ben terug thuis. Ik heb hier veilig en wel afgezet. Ik ga nu... deze vlog nog in elkaar anders steken. Nee, dat ga ik morgen doen. Ja, dat ga ik morgen vroeg doen. Ik ben de laatste tijd zo moe. Zo moe, moe, moe. Zeg, een vraagje.
Weet jij waar ik ergens, wacht eens even, de film kan kijken? Kun je iemand in mijn comments laten weten? Of mij een PM? Ik kan niet meer. Nee, ik ga hierbij afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik als altijd. Yo 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 yo. Tot morgen voor een super nieuwe vlog. Tot later.